Dit is een heel erg luxe pasta gerecht. Pasta met fungies of pasta met champignons of paddenstoelen. In dit geval eekhoorntjesbrood. Gedroogd eekhoorntjesbrood om precies te zijn. Verwarmen eerst de wijn en water voor dit recept. En dan weken we de gedroogde eekhoorntjesbrood daar ongeveer een half uur in. Het water hoeft echt niet te koken, gewoon een beetje warm zijn. Dan haal je het vocht uit de paddenstoelen en die snij je dan in stukjes. Waar ongeveer de helft van het weekvocht. Ondertussen koken de spaghetti beetgaar volgens de aanwijzing op de verpakking. Dan bak je de ui glazig in de olie. Dan gaan de gesneden champignons erbij. Paddenstoelen moet ik beter zeggen. In een andere pan bak je dan de spekjes uit. Die gaan erbij wanneer de ui echt glazig is. Voeg ook een beetje van het weekvocht toe en laat dat dan inkoken. Als het bijna geheel ingekookt is, dus bijna al het vocht verdampt is, voeg je de slagroom toe en de crème fraîche. Dat roer je goed door elkaar. Dan voeg je ongeveer de helft van de Parmezaanse kaas toe. De andere helft gebruik je ter garnering. Neem smaak met peper en zout. Klein beetje zout eventueel, want de spekjes zijn al wat zoutig van zichzelf. En dit gaat dan over de spaghetti. Met eventueel wat platte peterselie en Parmezaanse kaas.